distrikte, slagbal, toernooi en BLC, Fearless en geel en JMJ en groen. Een heel gezellige middag is het geworden op het terrein van Sosis. Voor de slagballiefhebbers hadden we op zondag 2 april jongsleden het interdistricten mix slagbal toernooi. Op zondag 19 april vond de kick-off plaats van het mix slagbal interdistricten toernooi in Koroni op het OSOS sportveld. De deelnemende ploegen, de Escapers, Fearless, SC Welgelegen, JMJ, Unbreakable en Sunshine Legend. De eerste wedstrijd begon om 11 uur op het OSOS sportveld. Escapers verloor van Fearless met 121-72. De tweede wedstrijd ging tussen SC Welgelegen en JMJ. SC Welgelegen was met 106-95 de sterk voor JMJ. En de derde wedstrijd, Unbreakable versus Sunshine Legends, 88-102 in het voordeel van de Sunshine Legends. SC Welgelegen is de enige vereniging uit Koroni die is doorgegaan naar de halve finale. De halve finale vond op zondag 2 april plaats op het terrein van Sosis. Het begon allemaal om 11 uur met de partij tussen Fearless en SC Welgelegen. Daarna stond op programma JMJ tegen Sunshine Legends. Fearless die verloor van SC Welgelegen. Het werd daar een 116-104 overwinning voor de ploeg uit Koroni. De andere partij tussen JMJ en Sunshine Legends eindigde in een 118-101 overwinning voor de ploeg van Sunshine Legends. Om 3 uur werd er gestreden voor de derde plek. Deze wedstrijd ging tussen Fearless en JMJ. Fearless won deze partij met 103-86 van JMJ. En de finale, nou, deze partij ziet u hier in beeld, ging tussen Sunshine Legends. Die zijn in blauw gekleed. En hier de ploeg uit Koroni, SC Welgelegen, rood gekleed. Een heel spannende wedstrijd is het geworden. De SMAF Koroni, de Jish King. Ze hebben het de ploeg uit Paramaribo knap moeilijk gemaakt. Koroni is weliswaar in de fout gegaan, heel wat uitjes. Maar als we kijken naar de eindstand, nou, dan mag de ploeg uit Koroni wel zeker trots zijn. Voor aanvang van de wedstrijd vroeg ik een van de dames van Sunshine Legends nog van wat wordt het tegen Koroni. En zij gaf aan, ja, ik wil niet te veel praten, maar het resultaat is eigenlijk al bekend. We winnen het altijd en het zal vandaag niet anders aflopen. En uiteindelijk is het werkelijk zo geworden. De Sunshine Legends die wisten van SC Welgelegen te winnen met 106-96. Een verschil van 10 punten. Dat geeft wel aan dat het niveau van Koroniaans slagbal zeker wel op peil is.
voorzitter die kan geworden. De ploeg van JMJ eindigde op de vierde plaats. Hier de prijsuitreiking aan mevrouw Starke. Fearless was goed voor de derde plaats. De ploeg uit Boroni SC, ja. Wel gelegen. Op de tweede plaats. Zij eindigde als runner-up. Wel gelegen. Yay! En op plek nummer 1, de Sunshine Legends. Go Moreno, go, 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 go! Zij wonnen in de finale met 106 tegen 96 van SC Welgelegen. Heel knap gedaan door Welgelegen. Heel mooi toernooi afgewerkt. De slagbalbond mag zeker vol trots terugkijken naar dit toernooi. Hey! Go Moreno! Dankjewel. Echt leuk. Dan gaan we over tot de prijs. Op de vierde plaats. Moreno, cijfer weer. Heel mooi, heel mooi verdiend. Op de vierde plaats.